Ah, ze is zelf op Twitter. Xenia, come on, take a cigarette. Ja, Xenia, pak een sigaret, dat is wat ik zeg. Hallo mensen, mijn naam is de Mad Luigi en welkom terug bij Eternal Xenia, de serie die niemand wat boeit. Maar dat weet wel, vorige keer hadden we het blauwe cirkeltje gedaan. Die keer daarvoor hadden we het rode cirkeltje gedaan. En dan is het nu eindelijk tijd voor het groene cirkeltje. De beste cirkel van allemaal, want hij is natuurlijk groen. En zoals jullie weten, ik ben de Mad Luigi. Groen is mijn ding, weet je wel. Terwijl voor een heel lange tijd groen niet eens mijn favoriete kleur was. Ik begin dankzij mijn kanaal zo een beetje leuker te vinden. Maar hey, we moeten maar zien hoe dat allemaal uitpakt. Ik heb geen idee hoe deze hele... Nou ja... Ik heb heel veel dingetjes opgeslagen. Ja, dat kan wel. Dat is een ding wat bestaat. Ik heb geen idee hoe deze kamer in elkaar zit. YouTube! Fucking YouTube! Ach ja, dat vind ik echt een leuk ding. Dat is een van die... What the fuck? Oh ja, we konden gewoon springen, dat was een ding. Oh, we gaan nu platforming doen in een RPG-spel, dat is gewoon niet goed. En dat is gewoon een... Oh god. What the fuck? Oh! Oh, ik snap al hoe dit gaat werken. Oké, wacht even. 1, 2, 3. Oké. 1, 2, 3. Kut, sorry. Oké, dit is best wel grappig, maar het heeft... dit is geen Mario-spel. Maar het is wel... Oh, kut, sorry, ik heb verkeerd gedaan. Oké, wacht, even tellen. 1, 2, 3. Oké. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hé, hey, ik kan dingen. Ik heb best wel iets gedaan in mijn leven. En dan drukken we nu op E. En dan doen we dit. En dan gaan we zo omhoog. En dat is best wel cool gedaan. Ik heb een beetje veel shit gepraat over die gozer die dit spel heeft gemaakt. Want sommige dingen ben ik het niet helemaal met eens. Met de map bijvoorbeeld. En met sommige dingen van de taal. Weet je wel. Maar over het algemeen, dit is gewoon een leuk, lekker spelletje. Gewoon voor als je eens een keertje een gratis spelletje wil hebben. Gewoon een leuk gratis spelletje. Dit is je spel, oké? Hallo? Oh, wacht. Waarschijnlijk moeten al die gasten dood. Laat me dat even regelen. Oké. Jij gaat dood. En jij gaat dood. En jij gaat dood. En dan gaan we nu even naar boven. We hebben een kist. En daar hebben we een dingetje in zitten. Nou, helemaal leuk. Dus even kijken. Trouwens, ik wil nog wel eventjes kijken naar alle armor die we hebben. Hebben we al de Elite Dragon Armor? Hebben wij de Elite Dragon Armor? Gaan we eventjes kijken. Want we moeten natuurlijk wel onze armor allemaal in de gaten houden. We hebben de Elite Dragon Armor. Oeh, remove. Oké, dan volgens mij kunnen we nu dat hele goede armor dingetje maken. Kijk eens dan, hier zo, Demon Lord Armor. Laten we dat maar meteen eventjes doen. En dan doen we hier zo, Equip Best. En kijk eens, we worden steeds sterker. En dan ga ik ook eventjes kijken naar dat zwaard. Even kijken, Weapons. Demon Sword. We hebben helaas niet genoeg om nu nog de darkness te maken. Maar misschien vinden we ergens nog wel zo'n darkness dingetje. Of zo'n dingetje waarmee je dat wel moet maken. Dus mensen, ik heb leuke onderwerpen. Natuurlijk, dit is wel een spelletje voornamelijk in het punt staat van anime. Oké, anime speelt een heel grote rol in dit spel. Want het is namelijk, ja, je ziet, dit spel is wel door een Chinees gemaakt. Alleen het, oh god, Death. Oh god, we komen in een beetje demonische shit hier zo hoor. Fucking Death. Hier, neem mijn vee. Dat zal je goed doen, fucking dood. Wat? Hij doet niet echt veel. Oh. Oh, dat is kut. Wacht, kan ik die dingen ook zo kapot maken? Oh yeah. Ik kan dingen. Oké, dan. Oh shit, what the fuck. Ik weet toch niet hoe dat allemaal moet, joh. Laat mij toch mijn ding doen. Ik ga jou gewoon slaan. Dat gaat heel wat beter, Death. Dood. In The Sims 4 kan je volgens mij daten met Death. Dat vind ik best wel grappig dat ze dat in The Sims hebben geplaatst. Oh, kut. Hoe moet je dat ontwijken? What the fuck? Help! Vee, misschien? Iemand? Oké. Maar goed.
Omdat dit hele spel wel in het teken staat van anime, gaan we het natuurlijk hebben over dat ene ding waar anime het meest voor wordt bekeken. Seks. Ik heb al zo'n hele rant gedaan over wat hentai is en wat ik ervan vind. Jij moet even dood en ik wil deze gast doodmaken, alleen dat lukt me niet. Meneer, gaat u eens eventjes heel gauw dood, want u moet gewoon doodgaan. Dat is best wel grappig, want u bent de dood zelf, dus hoe kan dood nou doodgaan? Als de dood doodgaat, betekent dat dat wij dan niet meer dood kunnen? Ik hoop het. Mijn vee komt gewoon niet ver genoeg, joh, om die gast te pakken. Oké. Maar goed, ik zag vandaag, dit doe ik echt tegenwoordig altijd als ik een onderwerp als ik een onderwerp nodig heb voor een video. Dan ga ik altijd eventjes kijken naar wat mijn nieuwsapp die ik tegenwoordig op mijn telefoon heb allemaal te melden heeft. En ik zag dus vandaag een artikel over een vrouw, over een bruid die op haar eigen bruiloft een, hoe heet die dinges nou? Wacht even hoor, ik ga heel eventjes opzoeken, want ik weet niet meer wat ze precies deed. Oh god, het dingetje is weg. Waar is dat ding? Leo. Ah, hier is het. Dit is de sexy bruid danst perfecte Beyoncé medley op eigen huwelijk. Ik vond het gewoon grappig. Het is een plaatje, laat ook een bruid zien in een jurk. Maar dan een sexy soort van playboy-achtige stijl van jurk. En zij heeft dus Beyoncé medley gedaan. Ik heb geen idee wat dat is. Want je moet echt niet bij mij zijn om te weten wat... Oh, is hij nou al dood? Dat was een fucking lame-ass boss fight. Je moet echt niet bij mij zijn om dingen te leren over muziek of zo. Maar ik vind het bijzonder dat er een bruid is. En natuurlijk is het een Amerikaan, want alleen Amerikanen doen dat soort rare shit. Dat is een grapje trouwens. Oké, we hebben alles gedaan. We hebben de paarse opengemaakt. Dat is best wel cool. Oké, dan gaan we hier eventjes opslaan. Ik wist niet dat er een paarse was. Ik denk trouwens dat we ergens bij het eind van de game komen. Maar ik vind het leuk hoe een bruid zoiets doet. Ik vind dat gewoon grappig. En dan nog een perfecte Beyoncé medley. Ik heb nog steeds geen idee wat het is. Maar we gaan niet naar binnen. Dus, ik denk serieus dat we echt het eind van de game gaan bereiken binnenkort. Oh god. Oh god, het is Margarita. Is dit haar nou echt? Uitroepteken. Ze is Margarita. Wait. Kom jij eens even heel gauw terug, bitch. Waar is ze? Is dit het eind van het spel dan? Ze is Margarita. I finally found you. Let's go. Ze is Margarita? What the fuck gebeurt er? Oh god, zij is niet Margarita, ze is weer zo'n demon. Zo'n sexy demon met de kont en zo, weet je wel, zoals de vorige aflevering. Ouch! It hurts! Ja, dat kan ik me wel voorstellen. What's going on? My consciousness is fading away. Oh god, we raken bewusteloos. Nee, niet doodgaan, Sina! Cedia, wat je klote naam ook is, het boeit me geen flikker. Maar ik hou op een bepaald moment wel van je game. Het is serieus een lekker spelletje. Gewoon een lekker gratis spelletje om een keer te spelen, weet je wel. Als je gewoon niks te doen hebt, ga dit spel dan spelen. Of kijk mijn video's, dat kan ook. What the fuck gebeurt er? Wacht, wat? Elke keer als ik denk dat we die fucking zus hebben gevonden, dan is ze niet meer. En dan hebben we dat dingetje weer van... Hè? Oh god, ze is in haar pyjama. Hentai shit hier zo. Sensoren. Dikke sensor. Anders word ik van YouTube gegooid. Uitgeteken. ...... That dream again. I remember. It was also a raining day. Dit is van toen ze... toen die Margarita haar had gevonden nadat haar ouders dood waren gemaakt zo. Dad, mom, sap, sap, cry, cry. Daar ga je weer, fucking bitch. In de fucking eerste aflevering begon die video ook al met jou die aan het huilen was. En toen zei ik, hou je back, bitch. Nou, ik zeg weer, hou je back, bitch. Dat snap je alleen als je de eerste aflevering hebt gezien. Oh mijn god, het is Margarita. Echte pizza Margarita. Uitroepteken. Nia, what's wrong? Ze is Margarita. I had it. Is dit trouwens niet de kamer waar die Nia in zat? Ja, dit is de kamer waar die Nia in zat. Die zegt, oh god, je zit in het bed van een meisje dat dood is. Dat is best wel duister. I had a dream. Ik verwarde even de stemmen, sorry.
I dream of that incident. My hometown. Dad, mom. Everything. Mia. I'm scared. Ik vind trouwens, dit heb ik nog niet gezegd. dit heb ik nog niet gezegd, maar... Of heb ik dit wel? Ik weet niet. Maar ik vind de stem die ik voor die Sis Magaleta heb gegeven, vind ik echt heel erg leuk. Het geeft haar een beetje persoonlijkheid. Nou ja, tenminste, het geeft haar... Het is gewoon een leuk stemmetje, oké? Okay? Laat me, het zijn wie ik ben. What if they take Margarita away from this time? Sop, sop. Hoe oud is ze? Is ze iets van... Ze lijkt volwassen of zo? Of tenminste, rond de 16 zou ik haar schatten. 17 misschien. Alleen ze praat als een... Als een kind. Is ze soms... Sorry dat ik zeg. Is ze soms een beetje niet goed in de koppie of zoiets? Ik weet het ook niet, joh. Dat. Oh mijn god. Oh god. Lesbische seks. Hey! It's alright. You don't need to be afraid. En dat is dit muziekje weer, hè. You don't need to be afraid. Sis will be right here by your side and protect you from anything. Just relax and sleep well. Oké. Ik wilde oké zeggen toen zij zei oké. Thank you, Sis Margarita. Yay! Super zusliefde. Ik bedoel, ze zijn geen echte zussen. Dus ze zouden in principe met elkaar kunnen seksen. Ik bedoel, het is een ding. Sis was always so kind and nice to me. Whenever I'm scared, she's always there for me. A warm hug from her easily calms me down. I am so weak and fragile. To me, Sis is the one and only ray of hope. Dat klonk belangrijk. Oh shit, daar is het vee weer. Dan moet ik die stem weer doen. Senia! Senia, wake up! Oh mijn god, we zijn dood. Hey, I passed out. What happened? I remember. I saw Sis, and then... Ah! Wacht, gaan we weer een cutscene doen? Oh, dit is wel prachtige art. Oh, dit ziet er wel echt heel erg dit is zielig. Ze denkt dat die Margarita haar iets heeft gedaan. No way! Sis does not recognize me. And her eyes, impossible. Sis will not be possessed by eternity. Die sister is dus nu bij eternity. Ja, dat is niet goed, want eternity is kut. We zijn dus lang nog niet klaar met deze game. Ik dacht dat we bij het einde kwamen, maar blijkbaar niet. Maar ik moet echt zeggen, dit is echt prachtige art. Dit is iets wat ik nooit zou kunnen, zoiets maken. Hiervoor moet je echt heel veel talent hebben en heel veel mensen die dat goed kunnen. Ik zou ook zo willen tekenen en dat in spellen willen stoppen, maar dat lukt mij gewoon niet. Ik vind wel, deze game heeft wel atmosfeer. Want dit is een heel erg zielig moment. En je ziet zo dat zielige plaatje van haar. En dan die muziek erbij. Zo van, oh god, het gaat allemaal verkeerd. Ah, ze is zo verdrietig. Senia, come on, take a cigarette. Ja, Senia, pak een sigaret, dat is wat ik zeg. What would happen if to those who are possessed by eternity? They will slowly lose their mind. And once the eternity fully take control... They can no longer recover from it. Oh god, dat betekent dat we snel moeten zijn. Absolutely no way to recover. Exactly. Now take the fucking cigarette, bitch. Oké, sorry, ik hou op. No, that's not going to happen to Sis. Echt niet? Oh, ik dacht dat ze naar huis konden gaan. Maar oké, we gaan wel achter Margarita aan. Sis is way too nice and strong to lose to eternity. It's impossible. Sis is no puppet of eternity. Senia, what if your sister really turns into a puppy of a puppet of puppy of into a puppet of eternity? Ja, dat zit je best wel in de kloten als ze een zombie-achtig persoon wordt. What will you do then? Dan moeten we doodmaken. Sowieso kapot maken. Dat is nummer 1 regel. Sowieso. Kapot maken. En waarschijnlijk daar een zelfmoord plegen, zoals ze nu zegt. Zelfmoord is altijd een optie, zoals de goede oude aardappelen zeggen. Wie die referentie snapt, die is geweldig. I am willing to bet on even the slimmest possibility. Senia? Oh. I'm going onward with my search. But what if? I will give everything I've got.
Whatever it takes, I am getting Sis back. If I back down right here, then Sis is lost forever to me. Wah! Whatever it takes, I'm not giving up. Never give up until the final whistle. Stand up, stand up. If you love football, la 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 la. Dat is een ding in Zoom 11 liedje. You are determined. I will go with you. Thanks. We weten. Wacht. Wat is haar naam eigenlijk? Oh, trouwens, we kunnen skills doen. We moeten trouwens eventjes, laten we eventjes wat skills hierbij toevoegen. We hebben toch een heleboel skills. Dus dan kunnen we het net zo goed allemaal uitgeven. Kijk, hier zo. Heb ik het allemaal goed gedaan? Apply. Oké, ik heb het waarschijnlijk goed gedaan. Dat was leuk. Eventjes op zoek gaan naar de eerste beste standbeeld. En dan gaan wij... wat? Oh, ik dacht heel even dat er weer iets ging gebeuren. Hopelijk niet. Ah, een standbeeldje. Ik love mijn standbeeldjes. En ik ben heel erg kut in zingen. En niet eens zingen, maar ook in Engels spreken. I love me some standbeeld. Ik ben zo kut. Maar goed mensen, we gaan kijken hoe dit allemaal afloopt. Dus mensen, vond u deze video leuk? Geef dan een like. Abonneer zou ook leuk zijn. Volgende keer gaan we dit kasteel hier zo in. Denk het. Deze trap had wel een beetje anders gemogen. Weer, ik weet het, ik ben kut. Maar deze trappen zijn in de sprites. Zijn er hoeken voor deze trappen? Gebruik ze dan ook. Oh man, ik ben gewoon kut. Je moet mij geen RPG Maker spelen laten spelen. Want dan heb ik overal commentaar op terwijl ik er zelf niet eens zo goed mee ben. Maar goed mensen, vonden jullie deze video leuk? Geef dan een like. Abonneer zou ook wel leuk zijn. Dan zien we jullie de volgende keer weer. Dan zie ik het senior jullie de volgende keer weer. Ik ben raar. Dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye.